De Stichting Jeugd Tandverzorging te Geersvliet heeft vandaag door tussenkomst van het ministerie van Volksgezondheid 5 complete behandelingsstoelen en 15 operateursstoelen in gebruik genomen. De stoelen hebben een waarde van $50.000. Volgens directeur van de stichting Vanessa Zeefuik zullen deze behandelingsstoelen goed gebruikt worden. Met deze stoelen zijn we in staat om niet alleen de service van de stichting uit te breiden, maar vooral ook de veiligheid en gezondheid van onze werknemers te kunnen waarborgen. U bent nu bij Polykliniek Geiersvliet. Deze kliniek ziet ongeveer 150 tot 200 personen op maandbasis, waarvan ruim de helft kinderen. Hierbij is het natuurlijk meteen een oproep naar Geiersvliet en omgeving. Ik denk dat de mensen allemaal bekend zijn met de stichting. Indien niet, deze stichting is dus, deze kliniek, niet alle klinieken. Deze kliniek is dus dagelijks open van 7:30 tot 14:30. En de patiënten kunnen op diverse manieren aanmelden. Sandro Alberg is voorzitter van het stichtingsbestuur van JTV en zegt dat er veel gebeurt binnen de organisatie. Alberg gaat in op enkele te verwachten toekomstplannen van de organisatie. We hebben onder andere in de planning, en de minister zegt laat mij dat ook meteen afzonderlijk noemen, om met de decentralisatiegedachte om ook te kijken naar de gebieden die verder afgelegen zijn. We hebben al Ready Dotty een prachtige poli kunnen neerzetten. En ik mag zeggen dat de volgende stap is om te gaan richting Mungo. We weten allemaal dat daar een hele grote gemeenschap zit. Ze zijn ver van de stad afgelegen. Dus ook daar kijken we nu naar. Onze volgende stap is om dus de RGD-poli, Wonoregio te bezoeken. En dan te kijken of wij daar ook een geschikte ruimte kunnen maken voor de JTV. De stoelen die zijn er nu, zoals de directeur aangaf. Dus er moet gewoon nu logistiek werk moet nou worden ingezet. Maar ik weet zeker dat ook dat ons zal lukken en dat we daarmee de tandheelkundige zorg dichter bij de mensen kunnen brengen. De Stichting Jeugd Tandverzorging is de enige organisatie die tandheelkundige zorg geeft die betaalbaar is voor de Surinaamse samenleving. De prijzen zullen voorlopig niet verhoogd worden, aldus de directie van de stichting.